vandaag de lancering van onze twee robots, Robin en Bibi. En die maken vandaag kennis met de bezoekers van onze bibliotheek. We vinden het heel belangrijk om als bibliotheek mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met allerlei nieuwe technische ontwikkelingen. Deze robot kan een hele hoop, zolang wij het erin programmeren. Ze worden relatief leeg, zijn ze bij ons gekomen. En alles wat wij erin stoppen, wat hij kan zeggen, wat hij kan doen, dat kan die. Wij zijn daarin wel een beetje beperkt, want wij werken met een onderwijsplatform. Het platform onderwijsrobot. Maar voor de echte ICT'ers, die we natuurlijk ook in huis hebben, zijn er meerdere mogelijkheden. Maar dan moet je wel een goede WizKid zijn. Dat programmeren, dat kan je leren als je hier in de bibliotheek komt. Dat is ook wat wij zo belangrijk vinden om daar mensen ervaring mee te laten opdoen. Het vraagt namelijk om digitale vaardigheden. En digitaal is ook taal. Dus daar willen we heel graag mensen in helpen om daar vaardigheden in te ontwikkelen. De bibliotheek is er voor iedereen. Dus ook voor mij, als robot, en voor iedereen die laagdrempelig wil kennis maken met moderne technologie. Deze ochtend gaan we iets heel speciaals lanceren. We zijn namelijk de eerste bieb in Nederland en daarmee zijn jullie dus de eerste bezoekers in Nederland die kennis maken met echte bibliotheekrobots. Ik vind het wel cool, want hij kan allemaal dingen en hij kan ook dansen. Dus dat vind ik wel leuk. Nou, ik vind vooral de kleuren en wat hij allemaal kan, vind ik super interessant. Ik vond het leuk. Ik heb hem laten dansen, ik heb met hem gelopen. We hebben ook een workshop programmeren waarbij kinderen zelf leren hoe ze de robot moeten programmeren. Dat is ontzettend leuk, want het is de bedoeling dat juist ook kinderen en volwassenen ermee aan de slag gaan en dat zij input kunnen leveren en dat ze weten hoe het moet. En dat kunnen ze ook. Niet iedereen kan zelf een robot kopen en hier in de bib kan iedereen er mee kennis maken en het uitproberen. En waarom is het zo belangrijk dat je daarmee kennis maakt? Als je leert om te gaan met die nieuwe technische ontwikkelingen, bijvoorbeeld door te programmeren, als je die vaardigheden opdoet, dan maakt je dat een sterkere, vaardigere burger. Het zijn vaardigheden die je in de toekomst, is de verwachting, veel vaker nodig gaat hebben. De bibliotheek is voor iedereen. Dus dat geldt ook voor het werken met de robots. Dat is niet speciaal voor jonge kinderen. Dat is ook voor basisschoolkinderen, middelbare scholieren. Maar ook voor volwassenen en senioren die in onze bibliotheken komen. Dus het is voor jong en oud. Kom je ook een keer naar een meet en greet van ons? Tot ziens dan.